Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar de afgelopen weken is het weer ontzettend geweest. Sorry voor mijn taalgebruik. No worries, mate. We hebben zo'n beetje alles voorbij zien komen. Regen, hagel, onweer, harde windstoten en de zon af en toe. Het weer was zo slecht de afgelopen weken dat het KNMI in 5 weken tijd 6 keer code geel heeft afgegeven. Soms waren deze waarschuwingen terecht, zoals hier in Venlo en Bergen ter Blijt. Maar soms viel het ook reuze mee. En daardoor regende het de afgelopen weken ook negatieve reacties op onze social media kanalen. Donder op met die codes. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Eerst zien dan geloven. Dit klopt meestal toch niet. Ja hoor, daar gaan we weer. Alweer voor niks gewaarschuwd. Pittig. Jongen. Kortom, steeds meer mensen lijken deze weercodes niet meer zo serieus te nemen. Tijd voor wat tekst en uitleg. En wie kan dat nou beter doen dan onze weerman, Thijs Seelen? Ik ben in een goede bui. Maar voor we naar Thijs gaan, zet ik nog even alle weercodes voor jou op een rijtje. Bij het KNMI hanteren ze dus 4 kleurcodes. De eerste, code groen. Dat betekent niks aan de hand. Code geel. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Wees alert. De derde, dat is code oranje. En dat betekent grote kans op gevaarlijk weer. Wees voorbereid. En de laatste is code rood. En dat is een weeralarm voor extreem weer met veel impact. Ja, code geel is eerlijk gezegd ook niet mijn lievelingscode. Code geel, ja, dat zei je net al. Wees alert. Potentieel gevaar, daar zit het woordje potentieel al in. Het zal dus niet overal zo zijn. En ja, wat ook meespeelt tegenwoordig in de media, kranten op internet, nieuwsites. Men gaat van code geel, ik zeg altijd dus de huistuin en keukenwaarschuwing, gaat men een bericht maken. En wordt het min of meer een beetje opgeblazen. En dan komt er plots in de kop van KNMI waarschuwt voor onweersbuien, code geel. Nou, als mensen dat lezen, denken ze, nou, dat komt enorm slecht weer aan. En ja, in heel veel gevallen valt het dus mee op jouw locatie. En dat is, dan gaat de kracht van zo'n code geel gaat eruit. Concreet, wat zou volgens jou nu de oplossing moeten zijn? In Duitsland geeft men die kleurcodes, die waarschuwingscodes voor het weer, veel fijnmaziger. Op gemeenteniveau, hoe heet het daar, op kruisniveau. En dan kun je dus heel mooi zien, op kruisniveau ja, geeft men dan die kleuren. En ik moet wel zeggen, het KNMI is er ook mee bezig om dat te gaan verfijnen. In een zogenaamd Early Warning Center gaan ze oprichten. En dan gaan ze inderdaad ook die kleurcodes niet per provincie uitgeven over enige tijd, maar echt per regio. Kijk, en dan kun je inderdaad veel meer gerichter waarschuwen als we code geel krijgen. En bijvoorbeeld het ten noorden van Venlo heeft men dan code geel. En dan is de kans ook groter dat er inderdaad iets gaat gebeuren.